Welkom, dames en heren, bij No Limits 2, aflevering 13. De microfoon doet het weer. Ik heb nog een test gedaan voor deze opname officieel te starten en hij werkte. Ik weet niet wat er is gebeurd bij Maroon, maar hij werkt bij No Limits blijkbaar wel weer. We gaan in aflevering 13 opnieuw drie achtbandjes bestrijden. Dus we hebben hier staan Green Mile, Yuazi en High Octane. Maar natuurlijk starten we met Green Mile. Of eigenlijk is het Green Mill. Ik weet niet hoe je moet zeggen. Green Mill. Of ja, eerst ook maar. En No Limits heeft precies wat moeite met het inladen van de achtbaan. Want ja, hij wil een tijdje niet meer gedraaid. Aangezien we dus een week er hebben uitgelegen helaas. Maar we hebben een houten groene achtbaan. Een groene houten achtbaan. Oké, apart. Maar het... Maar ik wil jullie, de kijkers, allemaal even bedanken voor... gisteren woensdag, want woensdag heb ik van 4 uur en het was 5 uur daarna, dus in 5 uur tijd van 4 uur af heb ik 8 abonnees bijgehaald, dus we zitten nu in 149. Ik ben super benieuwd wie de 150ste wordt, wanneer die komt, en dan moeten we er nog maar 50 en dan hebben we er al 200 en het zou super awesome zijn mocht die zo snel mogelijk komen. Ik loop even al vooruit naar volgende week, want volgende week is het verlengd weekend met geen opaar. Er komen in de hele hemelvaart denk ik geen video's aan hiernaast, want ik heb de eerste donderdag heb ik een communiefeest, vrijdag heb ik een verjaardag, is een broertjes feestje voor de klasgenootjes, en ik moet s'avonds voor een andere communie die ik dan heb. Ik heb twee communies en twee feestjes, hè. Ik heb dus een donderdag communie van een neefje van me, de andere trouwens heel vroegens, even tussendoor. Ja. Oké, we gaan even af en blijven focussen, heel eventjes. Zullen we het vandaag even over hebben, hoe het planning zit. Tunneltje erdoor. Groen hout, vind ik dat wel raar, groen hout. Persoonlijk zou ik niet van groen hout hebben gekozen. Persoonlijk zou ik echt gewoon voor normaal wat donkerder hout, geen groen hout. Nee, dat zou ik echt niet hebben gekozen. Maar voor de rest, prima, mag maar, remmetjes. Die hebben we wel nodig, want anders zou die volgens mij niet erdoor komen. Green, oh ja, vandaar de naam Green Mile. Oké, okay. Weer nog een tunneltje. Weer een heel scherp achtbaantje, afdalingje. Eens is er niet in zicht, heb ik de indruk. Lang achtbaantje hoor. Ondanks dat die helemaal op elkaar staat gebouwd, toch een lang achtbaantje. En nee, niet zo slecht achtbaantje voor eigenlijk uit te bouwen. Misschien echt, kon het echt voor een paar uur zo. Ik zie me niet echt slecht uit of dit in het park neer te zetten. De uitwerking is... We zullen wel de tunneltjes eruit laten. Want dat is niet echt nodig, vind ik. Maar even terug naar volgende week. Ik heb dus twee communiefeesten, twee verjaardags. Maar ja, om het zo te zeggen. Ik heb dus op donderdag het communiefeest van een neefje van me. Vrijdag is het feestje voor mijn broertjes en klasgenootjes. En ik moet s'avonds... Of na de middag moet ik bij iemand voor zondag communiefeest gaan doen en daar nog een tent gaan opzetten met mijn vader. En die moeten we nog eerst gaan halen. We moeten mee naar Uikhoven rijden. Moeten we die daar opzetten en dat worden we gaan doen. Zaterdag heb ik is familiefeest van mijn broers verjaardag en zondag is die andere communie. Dus er komt weer helaas volgende week geen No Limits en Rollercoaster bij, maar dat snap je nu ook wel omdat ik dan communiefeest en zo heb. Maar dit was Green Mile. Ik vond het een prima achtbaan hoor. Ik vond hem echt super mooi. Ja, prima achtbaantje vond ik het gewoon. Voor mij mag hij gewoon in de park neer worden gezet. Prima achtbaan. De volgende die we gaan doen is Yuazi. En daar gaan we namens neer in de Yuazi. Ik ben benieuwd wat voor type achtbaan dat we nu weer voorgeschoten krijgen. Net als een houten achtbaan. Ik ben benieuwd wat we nu krijgen. Eens even kijken. Ditmaal weer een houten achtbaan. Nou. Oké. Okay. Oh, het is een... Oh, dit is leuk. Dit is zo leuk, dames en heren. Het is een versus coaster. We gaan dus eigenlijk de tweede baan ook doen. Maar dit telt voor één, hè. Ik ga even al duidelijk zijn, dit is één achtbaan, hè. Dus dat zijn dan twee verschillende banen. Super leuk. We zijn nu geel, dus daar gaan we blauw. Ja, super leuk. Een versus. Een blauw versus geel. Wie gaat winnen? Geel natuurlijk. Ook ik zie daar nog een station. Dat is een business station. Maar oh ja, dat is zeg maar dat hij daar dan. Ik weet niet wat daar de bedoeling is van dat tweede station. Oh ja, daar komen ze uit. Dat zijn zeg maar de remhuisjes. Ja, nu snap ik het. Ik denk dat ik het zo moet gaan. Ik denk dat we voorsprong hebben, dames en heren. Ik denk het wel. Of gaan we gelijk.
Wat een stipdate, dames en heren. Jeetje. Dit is echt stipdate. We zijn perfect, denk ik, gelijk naar onder gegaan. Op hetzelfde moment. Hopla, we komen elkaar op tegen. Ik zie de anderen nu niet op het moment. Maar we kijken echt naar onze baan. Daar zag ik net hier komen. Super leuk, Aquaman altijd op versus. Trouwens, jullie mogen natuurlijk ook zelf altijd Aquaman insturen. Of ja, insturen en achterlaten. Oh, daar is de andere. Nice, jongens. Dit is zo super nice. Dat we nu gewoon even zo'n versus koers hebben. We hebben één nog nooit gehad. Ja, niet vaak. Zijn we er bijna? Ik weet het niet. Dat is wel gewoon wel binnen zijn. Oké, we zijn er blijkbaar wel. We hebben remmen. Ik weet niet wie nu gewonnen heeft. Oh, blauw heeft gewonnen. Zie ik. Denk ik. Gaan zij nog van gelijk omhoog voeten? Oh, I don't know. Ik weet niet eens of ze gelijk binnenkomen en zo. Ja, ze komen gelijk binnen. Oké, we moeten hier uitzappen. Fly view is niet de bedoeling. We moeten naar... waar zijn we uitgekomen? Oké, dit is het hoofdstation. We moeten nu in de blauwe gaan zitten. Dus we gaan even walk view pakken. We moeten hier gewoon voor gaan zitten. Of zullen we achteraan gaan zitten? Nee, gewoon vooraan. Maar dit klopt niet, jongens. Ik denk dat ik me even moet resetten, want anders... denk ik niet dat die samen gaan vertrekken. Eerlijk gezegd denk ik het niet echt. Dus ik ga heel even naar de manuele dispatch. Ik ga heel even resetten. Maar ik kan wel... normaal gezien... oh nee. Oh ja, toch wel. Oh, kijk eens aan. Maar dan gaan ze hier natuurlijk weer niet open. Dus moet ik het... nu ga ik het hier even naar manueel terugzetten. Auto is pas bedoeling. Zo, we gaan inzitten. Voilà, we zitten nu erin. Laat die poortjes maar dicht gaan. Misschien even met de hand doen. Close, close. Oh. We zitten weer in de gele. Zie ik me nu. We moeten hier in zitten, dus we moeten weer reset en staan erin. Nee, nee, shit. Kunnen we van de andere, kunnen we een trein switchen? Ja, oké, we zitten nu in de blauwe. Ja, meteen kan je een trein switchen bij de blauwe. Oké, we gaan nu de blauwe baan doen, even getafeld. Even een getafeld, helaas, moet dat. Maar we gaan nu de blauwe baan doen van Quasi. Blauw versus geel. Wie wint er deze keer? Vorige keer blauw gewonnen, dus hopelijk winnen we nu. Mooie interieur of leren zeteltjes. Ja. Mooie karretjes ook. Ik vind het echt leuk. Jullie mogen dus natuurlijk zelf sites achterlaten waar arbeidjes op staan. Jullie mogen er zelf insturen. Voor meer dingen insturen moet je even op de site kijken. Daar staat bij contact. Staan daar meerdere e-mailadressen. En daar staat dus ook voor dingen over het kanaal, voor vragen. Dus dan moet je het niet sturen, je moet ook daar zakelijk dingen sturen. Dat is een zakelijk ding, een hele verdiende. Moet je maar naar een zakelijke, via mijn zakelijke e-mailadres moet je dat opsturen. Ik weet niet van buiten waar het is. Maar daar kan je het dus naar opsturen. Dus een zelfgemaakte achtbaan, of een achtbaan die je gedownload hebt naar me insturen, dat je mooi vond. Mag ook allemaal. Ja, dat mag allemaal, maar voorlopig is het nog niet echt nodig. Ik heb nog wat voorraad. Komt de andere tegen. We hebben voorsprong mee. Dus we hebben harde voorsprong. Oh, oké, dat was een klein knikje. Kleintje knikje. Een klein knikje. We schieten wel in de remmen. Die schieten nu pas in de remmen. Wij zijn al in de remmen geschoten. Dus wij gaan nu hier, kom hier in het stationnetje aan. Voilà. Maar nu gaat het dus, kijk, dat is gewoon, hopla. En ze rijden weer door. Daarna hetzelfde.
Oh, daar is een wissel, hier is zo'n wisselding dus. Fijn, dat kan wel niet raken dan. Hé, hey, we zijn nu op een ander spoor. Nu zijn we op een ander spoor. We hebben een plaats gewisseld nu. Met de spaardoorstation dus. Hier nu beleefd uitstappen. We zijn aan de verkeerde kant eigenlijk. Dus misschien behouden we de trap om naar onder te gaan. Nee. Maar dit was Gwazi. We gaan nog even doorheen vliegen. Superleuk, hè. Gwazi. Ik ga even wat naar achter vliegen nog. Ik wil zo vliegen. Kijk eens aan, dames en heren. Gwazi. Wat een mooie achtbaan dat dit is. Maar goed, dit was Gwazi. De laatste achtbaan, het heeft lang geduurd met deze, maar de laatste achtbaan die we gaan doen is High Octane. En daar gaan we, dames en heren. De laatste achtbaan van deze aflevering, High Octane. Ben benieuwd, super benieuwd, wat voor coaster we nu weer voor ons schot te krijgen. En het is geen achtbaan deze keer. Maar wel een afschiet achtbaan, dames en heren. Leuk, we krijgen weer een lanceren maar. Hoplakaas. En daar zijn we vertrokken, dames en heren. Een lanceren achtbaantje. Heel wat loopings heb ik in het toch wel heel wat loopings achter elkaar gekregen. Nu weer een kurkentrekker. En was het dit? Oké, dat was een snel achtbaantje heb ik in het. Dit was een heel snelle achtbaan, jongens. Weer even naar de kaartjes kijken dan. Die kaartjes ken ik natuurlijk. Die ken ik zo hard. Die heb je ook een rollercoaster tycoon. Ja, ja, ja. Die heb je ook een rollercoaster. Die voorkant gewoon. Dat is de voorkant. Oh shit. Dat was het. Die voorkant komt er gewoon zo hard uit. Kijk, hij is alweer weg. Hopla, laat even naar het lanceren kijken. Hopla, en dan gaat hij. Heel klein achtbaantje, jongens. Echt een heel klein achtbaantje. Maar goed, het kan ook natuurlijk. Het hoeft niet altijd groot te zijn. Klein kan ook. Maar dit is echt wel heel klein. Holy shit. En dan schiet er weer in de rem. High Octane. Super klein vond ik het. Maar zeker een slechte achtbaan. Maar zonder twijfel, dames en heren. Voor mij is de winnaar Gwazi. En op tweede plaats zet ik High Octane. Nee. Wat zei ik niet meer. Gwazi wint voor mij deze aflevering. Op tweede plaats zet ik Green Mile. En High Octane komt helaas laatst aan. Kort was, in aflevering 14, dat is over 2 weken, bereiden wij 3 nieuwe achtbaan. Dat is de Hydra, de Ivertigo en Lightning Run of zoiets. Of J-S-E-X-M-N-P-E-V-J, laagstreepje 1-3, nog wat. Maar dat was hem, dames en heren. Jullie weten het, jullie mogen achtbaan insturen via mijn zakelijk e-mailadres dat op het site gemeld staat. En Gwazi wint, superleuk dueling coaster. En ik ben benieuwd als ik al achtbaan ga binnenkrijgen van jullie, de kijkers. En nogmaals bedankt voor 149 abonnees al. Nog eentje hebben we dan 150 en dan zijn we op een nieuwe mijlpaal om toe te zeggen. Ik dank jullie weer voor het kijken. Geniet nog van die mooie outro en tot volgende week. Nee, volgende week niet, maar bij de nieuwe video's en dat is zondag bij Rollercoaster nog. Volgende week zijn er nog twee video's en dan vallen er even weer de video's uit. Maar dat is omdat ik dan nog twee dagen zijn. Dames en heren, ik bedank jullie nogmaals voor het kijken. En tot de volgende video. Later!